Mag ik me draaien als de saus direct bij? We zijn hier in het mooie nieuwe centrum van de Westerheen. We hebben nu nog werken we aan een heel mooi gebouw. De brede squalen, met twee squalen en nog een aantal componenten samenkomen in één gebouw. Het is een gewoonte in de bouw dat de opdrachtjouwer op het moment dat het hoogste punt bereikt wordt, dat die even komt naar de ene doet mijn kratje bier en de andere die doet mijn taart. Nou, wij hebben dat niet in mijn kibbelingen. We zijn bier is echt, zo ook wel heel mooi wijze kinderen, maar laten we het dan maar aan de veilige kant horen. Wij komen mijn kibbeling. Ik zou zeggen, is smakelijk. Het is in de gunst. En nog een soort succes als ik weer bouw. Bobby door de meer in, hè? We doen het extra. Dank je voor het klappen. Dank je wel. Zat ik begrepen heb van het bouwteam, dan gaat alles voorspoedig. Het gaat volgens planning. En er binnen tot nota nog geen vreemde zinvallen west en fouten of wat dan ook. Dus het gaat heel goed. Dus financieel bloot het echt helemaal op schema? Daar ging ik wel vooruit. Dat is de opdracht. Het maar binnen het budget wat de fruitlussen wie gebouwd worden. En zat ik begrepen ha, is dat nog steeds onorde. De aannemer die wennet in deze gemeente, dit bedrijf zit dan wel in Dongerdeel. Er is ook een aannemer die het Rinsenbegeers die hier het boetewerk doet mij. Nou ja, en zat binnen er meerdere bedrijven hier uit deze regio in ieder geval. Maar ik zelfs een soort uit deze gemeente. Dus daar ben ik heel blij om. Ik denk dat dit ook een heel uitzonderlijk project is. Dat dit net heel vaak voorkomt, dat we zulke grote projecten uitvoeren kennen. Dus hier maar we werden, ik ben een heel skoft op vooruit.